Zorgt dat je erbij komt met een marine. Hey, wat denk je dan? Als ik 's morgens uit mijn nest kom, dan heb ik me toch een pijn in mijn harses. Oh ja. Het lijkt wel oorlog. Hoe dat komt, ja, dat moet je mij niet vragen. Stapen zeker. Iedere ochtend hetzelfde liedje. Hey, Florian, all the way to the surface at a good controlled rate, so he should not cause any damage to his fragile lung tissue. Vanuit de boekbuiskamer naar achteren stappen we allereerst over de doorgang naar de beide ondercilinders. Vervolgens passeren we de officiersaccommodatie, bestaande uit een zitverblijf en een slaapverblijf voor 6 officieren. Ook de hut van de commandant is hier gesitueerd. Hierna komen we in de gevechtscentrale, het crisiscentrum van een onderzeeboot. Hier bevinden zich onder andere de beide periscopen en de vuurleiding waarmee de torpedo's kunnen worden afgevuurd. We lopen door de onderwatercentrale. Hier vinden we de bedieningspanelen nodig om een veilige onderwatervaart te waarborgen. Via een nauwe doorgang belanden we in de hulpcentrale, het energiecentrum van de onderzeeboot. Vanuit deze centrale kunnen we de beide machinekamers bereiken. Na het passeren van alweer een waterdichte deur komen we in het onderofficiersverblijf. In dit compartiment is voor 20 personen een slaapgelegenheid gecreëerd en een heus zitverblijf voor 8 van de 13 onderofficieren. In alle compartimenten van het schip is zorgvuldig met de ruimte gevoekerd. Veel bewegingsvrijheid kan er echter op een onderzeeboot nooit zijn. De boegbuiskamer demonstreert dit duidelijk. Evenals in vele andere compartimenten slaapt de bemanning hier bij de apparatuur. Aan de accommodatie wordt echter veel zorg besteed. Wat hier onder andere uit de plastic beschermhoezen om het kooigoed blijkt. Nee, geen luxe jacht zo'n onderzeeboot. Een kastje ter grootte van een middelmaat reiskoffer is alle beschikbare ruimte voor persoonlijke eigendommen zoals kleding en toiletartikelen die je nodig hebt voor een lange reis. Ook de verblijven voor de bemanning zijn beperkt in hun ruimte. Zoals hier de longroom, leef- en werkruimte voor 7 officieren. De boegbuiskamer dient ook als corporaalsverblijf. Als er niet wordt gekaard,
kan er door 24 man geslagen worden. De sanitaire voorzieningen bestaan uit 6 wasbakken, 3 toiletten en 2 douches voor de gehele bemanning van 71 koppen. Overigens mag van de douches maar 1 maal per week gebruik gemaakt worden. Er is geen wasmachine aan boord. Daarom bewaart de bemanning de vuile was soms wekenlang in de zogenaamde wastas. In de hekbuiskamer bevindt zich behalve... Das Heimweh mit mir mit, ich bin 5000 Meilen von zu Haus. Und ich wünsch mir, ich wär heut nicht so weit, unendlich weit, wär nicht fern.